Yo beste kijkers van de Cool Nico Channel, vandaag weer een nieuwe video. Vandaag weer een Goalventure video. Na een hele lange tijd eigenlijk geen Goalventure video's meer te hebben gemaakt. En heeft me namelijk een beetje te maken, de stad heeft een beetje stil gelegen. En we gaan eens eventjes kijken wat er nu allemaal is veranderd. We zitten hier lekker in ons huisje en we gaan eens even kijken of hier nog ergens iets te beleven valt. Zo, we gaan hier zo naartoe. Tadaa. Zo. En we gaan eens een stukje lopen. Eens even kijken. Het gras is er niet groener op geworden. Het sneeuw is er niet witter op geworden. Maar wat is er wel veranderd op dit moment? Hier ligt zo'n heel zielig bootje hier in het ijs. Jullie zien het echt. Het is. Het lijkt alsof hier jaren niemand meer is geweest. Waar leidt dit alweer naartoe? Een grot. Hier kan iemand wel een leuke grotwoning ooit gaan maken. Oh, hier ook nog eentje. Deze loopt richting mijn huis op. Dat is eigenlijk niet zo veilig. Volgens mij ligt deze recht onder mijn huis. Eén keer moet ik gat laten opvullen. Of we moeten één keer eerst controleren of het inderdaad onder mijn huis ligt. Of juist niet onder mijn huis ligt. Maar ja, eens even kijken. Hier zo zijn we dan aangekomen. En hier zo is het heel mooi huisje op adres No World nummer 3 van Tim. Met zijn hele mooie schapenboerderij. Hij heeft op dit moment 3 schapen. En dan hebben we hier nog een paar andere huisjes. Ik weet niet of onze bouwman nog ooit een keer online is geweest, maar volgens mij niet. Ik ga heel stiekem gewoon in zijn postbus kijken. Het maakt me niks uit. Even kijken. Wel bouwplannen en zo liggen er allemaal in, maar meer ligt er eigenlijk niet echt in. Het begint trouwens donker te worden. Maar dat maakt niks uit, het ziet er even goed nog gezellig hieruit. Dan hebben we hier even kijken. Hier is nog steeds niks gebeurd. En natuurlijk komt ook omdat de invites hebben stilgelegen. Binnenkort ga ik wel weer invites weggeven. En hoe, dat horen jullie waarschijnlijk in de volgende Cool Adventure aflevering. Hier hebben we nog een huisje van Don. Even kijken. Het is hier allemaal stil. Doodstil is het hier. En dan hebben we hier natuurlijk nog het huis van Don. Zoals jullie kunnen zien. Ik kan gewoon naar binnen. De rest kan niet hier naar binnen. En het ziet er wel prachtig uit. Ik ga trouwens heel stiekem, heel snel even kijken. Heeft hij echt geen eten meer? Oh, ik mag die container niet openen. Lol. Oké, dan open ik hem lekker niet. Ik weet niet wat hij er allemaal in heeft gezet, maar als het zo lang blijft, dan ga ik toch eens één keer controleren. Laat het daarop houden. Eens even kijken wat gaan we doen, want het is natuurlijk hier is het nacht en ik heb natuurlijk ook wat geld nodig. Op dit moment is het vrij rustig, dus ik heb weinig taken om te doen. Dus wat ik lekker ga doen is, ik ga lekker eventjes werken denk ik. Ik ga lekker naar mijn bouwwereld toe en dan gaan we daar eens even minen en gaan we spulletjes verkopen. Zo. Zijn we weer boven bij het station aangekomen. Ik wil het station eigenlijk ook een keer laten opknappen, want hier wonen eigenlijk de meeste mensen. Ja, welkom in Snow World. Weet je het zeker? Welkom bij Snow World. Ja, ik weet het zeker. Nou, wij gaan deze kant op. Dat weet ik 100% zeker. Ik heb geluid lekker iets zachter gezet, want anders horen jullie dadelijk deze rails super hard. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat jullie mij gewoon kunnen blijven horen. En oh, dit ziet er mooi uit. Eens even kijken, waar gaan we naartoe? Want dat vraag ik me nou ook echt af waar wij nu naartoe gaan. Oh ja, wacht, we gaan nu naar het station toe. Echt, zo lang ben ik er al niet meer geweest dat ik het gewoon allemaal niet meer weet. En daar hebben we een hele mooie schaap. Ik weet niet wat hij daar boven op die berg doet. En het blijft gewoon mooi. Heel mooi uitzicht hier altijd. Hier door een hele willekeurige grot ooit gebouwd. En dan gaan we op, zakkerij, een beetje dali-dali. Mijn planning is ook om nu elke week minimaal één Goalventure video te gaan opnemen. Het kan zijn dat het niet elke week lukt, maar ik ga het wel proberen. En dadelijk als het weer wat drukker is, weer wat meer mensen op deze server gaan zitten, dan ga ik natuurlijk ook wat meer video's opnemen, omdat er dan ook meer te beleven valt. En dit is wat ik zeg, de volgende video kun je weer een whitelist gaan winnen.
En even kijken, wat gaan jullie daarvoor doen? Jullie gaan daarvoor even kijken. Ik weet het. Jullie gaan gewoon in een reactie achterlaten van op het moment dat jij nu Coolventure zou mogen joinen. Wat is het allereerste wat jij gaat doen? Laat dat even achter in een reactie onder deze video. En dan de leukste, de beste reactie, die haal ik eruit. En die krijgt van mij een whitelist. En die mag natuurlijk dan vanaf volgende week ook gezellig meekomen doen in deze serie. En natuurlijk in deze server. Je hebt nog een leuk varkentje staan. Ga aan de kant. Let op. Personeel. Zo. Tadaan. Ik wou zeggen, die nemen we lekker niet mee. Even kijken waar ik ook eens naartoe moest. Volgens mij moet ik hier naartoe. Ja hoor. En dan teleporteren we zo. Poef. En we kunnen gaan werken. Oké. Oh, ik heb wel eten nodig. Dit is troep. Heeft iemand eten voor mij? Ja, ik kan rot vlees gaan eten, maar dat is ook niet zo chill, denk ik. Even kijken. Oh, damn. We hebben echt geen eten meer. Oh, waar kunnen we eten vinden? Hier kunnen we eten vinden. Ik weet niet wie dat ooit heeft aangelegd, maar... Nee! Ik ben geslagen door zombie. Oké, nou, weet je, we gaan weer terug. Verdorie. Heb ik weer. En hup, poef, daar zijn we weer. Nou, nu hebben we alles volledig. Ik ben mijn spullen wel verloren. Die wil ik eigenlijk gaan ophalen. Hier liggen... Blijf. Dit zijn mijn spullen. Blijf uit mijn buurt. Mijn spullen. En ik ga ze eerlijk terugpakken. Voilà. Die hebben we weer. Hebben we nu ook voor brood... Ja, we hebben genoeg spullen voor brood te maken. Maar, natuurlijk, nu kan ik ze niet terugplaatsen. Daar ben ik eigenlijk... Wel kan ik creepers spawnen? Nou, alsjeblieft. Ach, die komt natuurlijk ook nog achter mij aan. We hebben lekker slim bezig vandaag. Oké. Nou, daar gaan we. Upsakee, we gaan hier de mijn maar in ofzo. Ik weet ook niet. Ik wil safety staan. Oh, die komt een heel leger achter mij aan. Nee, we gaan hier naartoe. Doei. We gaan... Nergens naartoe, denk ik. Oeh. Ga dood. Ga weg. Auw. Je mag me niet slaan. Is niet lief. Nou, auw. Nou, blijkbaar willen ze me van het werk afhouden. En willen ze niet dat ik geld ga verdienen. Nou, dat gaan we dus op een andere manier doen. We gaan weer lekker terug. We gaan hier zo naartoe. Hupsakee. En up. En nu wil ik toch echt iets gaan creëren. Oké. Geef me hout, geef me een zwaard, weet ik het. Geef me iets in ieders geval, zodat ik iets kan doen. Nee, niet die vervelende zombies achter me aan. Want ik snap dat het nacht is, maar ik kan in de nacht... ...moet ik natuurlijk ook wel kunnen gaan bouwen. Even kijken, waar gaan we naartoe? Weet je, ik ga heel snel een boompje hakken. Dat hebben we echt nodig. Ik ga deze hier hakken. Uh-oh, auw. Die creeper vond me niet aardig. Oké, is nu redelijk veilig hier. Auw. Jongens, wat heb ik jullie misdaan? Ik heb jullie helemaal niks misdaan. En toch zitten jullie allemaal zo vervelend op mij te schieten. En ik weet niet wat jullie allemaal aan het doen zijn. Auw. Wie maakt hier nu ook zo gat? Jongens toch. Zo ga ik het nooit overleven. Oké, nou, we hebben 4 planken. Yay. Oh, auw. Nee. Laat me leven. Ik ben al weg hoor. Oh wacht, ik moest inderdaad naar deze kant toe. Daar hebben mensen al een brug gebouwd. En dan gaan we heel eventjes hier rechts kijken. Zakade. Eten. Maar echt, eten zit hier niet in. Verdorie. Zat hier maar eten in? Ik heb iets nodig. Nee. Oeh. Allemaal zeer explosief hier. Even kijken. Ja, maar hier hebben ze alles neergezet, dacht ik. Ik ga toch nog eens even kijken.
Ik kan hier niks mee. Ik kan hier helemaal niks mee. Ja, het is een beetje eten, maar... Damn, wat hebben ze hier allemaal gedaan, joh? Zullen ze het helemaal zelf hebben uitgemined? Ik ben wel eens benieuwd eigenlijk. Maar we gaan hier even snel terug naar boven, want ik heb natuurlijk meer hout nodig. Zonder hout kunnen we helemaal niks. En ik ga hopen dat het goed gaat komen. Er zit wel een spin daar. Dat ziet me lekker niet. Hoop ik. En dan gaan we heel even een kippie doden. Want we moeten iets... Zo, hè. Dan doen we deze kip, die doen we heel rap in de oven. Lijkt me een heel goed idee. Even kijken. Ja, dan doen we het toch maar zo. Oké. Zo, wat jullie willen. En dan pakken we die. Pakken we die. Zet er een crafting table. Yep. En dan pakken we die. En die. Oké. Zo, hier zit mijn kippie in. Even eten. Kon ik goed gebruiken namelijk. En dan gaan we hier zo beginnen. Dan gaan we eerst even stenen minen. En vervolgens gaan we even andere dingen minen. En dit spel moeten we daar weer gaan verkopen. Dat is één ding wat ik al zeker weet. Oké, stenen hebben we genoeg. Wat ik nu nodig heb, is hout. Is daar weer een hout? Even kijken, dan kappen we deze boom gewoon heel even snel. Sneller. Oké, mooi. Nou, dan gaan we weer terug. Gaan we hier naartoe. Even kijken, hier zo. Hier hebben ze een kleine basis gebouwd. Daar ben ik wel heel blij mee. Zo. En dan doen we vervolgens eentje van deze. Eentje van deze. Deze. Nou, dan zetten we dit allemaal weg. En dan pakken we dit erbij. Oké, mooi. Nou, nu gaan we even op zoek naar eten. Want eten kunnen we goed gaan gebruiken. Ik mag even niet te veel gaan rennen. Daar hebben we al een varkentje. Op dit moment ren ik trouwens, ja. Weet je, ik ga gewoon rennen. Ik heb honger. En dan zie je een varken. En dan ga je gewoon automatisch rennen. Oh. Blijf weg. Oké, even kijken. Ik heb nog eten nodig, want ik hoef nu maar één keer te worden geraakt en ik ben dood. Even kijken, ja. Vissen met een zwaard, dat gaat een beetje moeilijk. Dat gaat ons niet lukken. Maar... Nee, er zijn ook geen varkens. Ik dacht dat ik daar in de verte varkens zag. Maar ik zag helemaal geen varkens. Ja, en hier heb ik nog wel een spin, maar daar hebben we ook niks aan. Ach, begint het ook nog te regenen. Gezellig. Wat een weer is het hier vandaag. Echt gewoon klote weer. Oké, dit zijn die kippen. Daar hebben we niks aan. Wat ik heel even snel doe, is dan toch maar deze in de oven en dan... Gebruik ik dit wel als brandstof. Dus bij kan ik stenen kan ik verkopen, maar dat weet ik even niet zeker. Moet ik straks heel even gaan controleren. Kijk, dit is 1. En dit is 2. Oké, nou, we gaan nu weer rennen. En dan gaan we heel rap even kijken waar moesten we naartoe. We moeten die brug hebben. Als we de brug hebben gevonden, en dan moeten we gewoon rechtdoor lopen. En dan zijn we er zo. Zo. Wat een weertje. Dan ben ik weer eens een golfventje en dan gaan we zo slecht weer krijgen. Het is af en toe wat, maar ja. Oké, nou, we moeten hier zo zijn. En dan gaan we even kijken... Zo, dan gaan we heel even terugzaaien. Doe dat niet, dat is ook namelijk niks. Het stormde een beetje, zoals jullie kunnen zien. Het waait flink hard.
Maar we hebben wel dadelijk even wat broden. En daar ben ik al lang blij om. Zo. Niet alles was klaar wat ik hier weghaalde. Maar ja. Zo. Nou, oh, heel veel zadel dan één keer weer bij. Broden, die kunnen we zo meteen genoeg maken. Even kijken, dan moeten we, daarvoor moeten we hier zo zijn. En dan... Wat kunnen we het sowieso verkopen? Even kijken, ik heb 7 stenen bij. Kan ik die verkopen? Nee, die want moet ik er 10 voor hebben. Wat zijn nou de producten die... Oh, nee. Ga weg. Auw. Oeh. Komen die allemaal vandaan? Ik heb jullie niet uitgenodigd. Ik heb jou niet uitgenodigd. Jou heb ik ook niet uitgenodigd. Doei. Oké, nou. Gaan we snel die broden maken. Hij heeft tenminste alvast eten. Hup. Sakadee. Zo, heb ik 5 broden. Gaan we er nu nog eentje snel eten. En in de tussentijd gaan we heel snel terug. En dan ga ik snel naar mijn huisje toe. Tadaa. Zo. En dan kom je hier zo uit. Aan de achterkant van die portal. En dan moet je hier zo naartoe. Even kijken. Oh, of moeten. Kun je hier zo naartoe. En dan ga ik mij lekker hier zo zitten. Want dan zit mijn dagje er weer mooi op voor vandaag. Dan ga ik hier mooi naar binnen. En dan ga ik hier mooi zo blijven. En dan gaan we vanuit de volgende keer gaan we vanuit hier weer mooi verder. Ik zou zeggen, voor nu jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot de volgende keer.